Wij zijn de eigenaren van Venster 33, jeugdvrienden op de middelbare school. 3 jaar geleden hebben we deze hotspot geopend midden in de Amsterdamse Pijp. Venster 33 is inmiddels een niet meer weg te denken icoon en daar zijn we verschrikkelijk trots op. Waar we ook heel trots op zijn, dat is onze tweede zaak. Iets meer in het centrum van Amsterdam, maar met de ingang van de Noord-Zuidlijn voor de deur hebben wij sinds 2 jaar taproom. Hey, boys, jullie hier weer? Dat is toevallig. Hey, jullie hier ook? Hey, vertel eens Menno, taproom. Taproom is een superleuk eigen tijds biercafé. En Cassie, vergeet de cocktail niet. Hey, maar Bas, nu we het toch over cocktails hebben, vertel eens even over ons nieuwe pareltje. Miss Money Penny wordt de vetste cocktailbar van Amsterdam, waar je heerlijke streetfoodgerechten kan eten. Zo, ik heb trek en dorst. Sorry, maar hoe gaan de voorbereidingen? Mooie dingen, Bas. Alleen maar mooie dingen. Streetfood, wat kunnen we verwachten? Kleine internationale gerechten van topkwaliteit. Kas, makkelijk om te eten en makkelijk om te delen. Lekker een beetje share, alles op één tafel. Lekker het beste van elkaar proeven, dat is wat we verwachten van de mensen. Hier gaan we even terug naar Europa, waar we toch al zijn. Dit is een avocado appelsalade met makreelfilet en geconfijte rode pepers. Paro couscous in tomatensaus met mosselen en vongole. Heerlijk. En hier eet je het allemaal. In Miss Money Penny. Daarnaast mooie cocktails? Jazeker, we hebben cocktails met verrassende combinaties. Denk aan prosecco met de avocado en shiso liqueur. Maar ook een sour met rode wijn. Kunnen we ook iets anders drinken? Tuurlijk, naast verschillende soorten cocktails, een mooie fles wijn kan, een goede gin tonic. Wat jij wil, bij Miss Money Penny. Ik ben daar. Ga naar cullencrowdfund.nl, investeer mee en binnenkort toosten wij met jou op Miss Money Penny. Nou, jongens, proost. Cheers, hè? Cullen Crowdfund. Comfortabel investeren.